Onder schitterende weersomstandigheden, een beetje Giro d'Italia-achtige omstandigheden, gaan we hier de laatste thuiswedstrijd meemaken tegen Spakenburg. Roeland, denk je dat de spelers het nog een keer of twee kunnen opbrengen, terwijl het om des keizers baard gaat? Zeker weten. Mooie tegenstander, mooi weer. Een aantal spelers die denk ik met een grote staat van dienst hier de club gaan verlaten. En het allerbelangrijkste is wat ik ook in de bespreking heb gezegd, is dat wij ook het publiek gewoon willen bedanken voor dit seizoen. Dus daarvoor moeten ze het alleen al doen. Ja. Ik merk dat Spakenburg de wedstrijd behoorlijk serieus neemt, want ze verschijnen wel ongeveer in de sterkste opstelling, als ik dat zo even heel kort zag. Ja, dat wel, de opstelling. Dat lijkt wel de sterkste opstelling. Dus, maar goed, hoe verder ze zijn uitgespeeld, dus dat kan vaak ook wel heel leuk zijn, hè? Dat je twee ploegen die uitgespeeld zijn. Daar krijg je vaak ook wel leuke wedstrijden van, open wedstrijd. En dat verwachten we vanmiddag ook wel een beetje. De hele wedstrijd, dat was 1-1. Daar waren we met z'n allen zeer gelukkig mee. Met name deze verslaggever, die ging toen helemaal uit zijn dak bij de 1-1. Maar jij ook, denk ik. Ja, vooral de manier waarop we toen daar gevoetbald hebben. Hè. En dat was, moet ik even denken, tweede, derde wedstrijd of zo. Dus... vooral de manier waarop dat je een grote ploeg als Spakenburg, dat je toch je eigen manier van spelen, dat je dat ook durft te doen daar. Ze stonden heel hoog, ze wouden ook hoog druk zetten en wij voetbalden er toen gewoon een aantal keer gewoon heel goed onderuit. En die lijn hebben we eigenlijk doorgezet dit seizoen en dat was toen ook wel een basis dat je daar veel vertrouwen hebt uitgehaald om dat daar te doen. Je geeft deze wedstrijd ook de nodige eer aan spelers die voor DVS het afgelopen seizoen en ook dit seizoen veel betekend hebben. Ja, er zijn natuurlijk een hoop spelers die vertrekken volgend seizoen. En iedereen is natuurlijk belangrijk geweest voor deze club. Ik denk dat iedereen ook gewoon op een hele positieve manier kan terugkijken. Ook de mensen hier op die spelers die vertrekken. Dus eigenlijk verdient iedereen het wel, maar ja goed, kan niet iedereen kan ik opstellen. Maar ik denk dat er wel twee uitspringen met Ronald en met Okan. En daarvan hebben wij gedacht om die vandaag te laten starten. Heel goed. En we wensen je heel veel succes en heel veel plezier vanmiddag. Dankjewel. En het fluitsignaal heeft geklonken van scheidsrechter Van den Burg. En de wedstrijd is begonnen. DVS 33, Spakenburg. We hopen met z'n allen natuurlijk op een hele mooie open pot hier in Ermelo. Tussen deze twee ploegen. En daar balbezit voor Maurice de Ruiter. Gourier nog steeds. De bal aan Kees Tol. Kees Tol met Edmund Meijner voor hem. Komt die voorzet. Wordt gevaarlijk daar in de handen van keeper Paul Epping. Ali Akla kijkt waar hij die bal kwijt. Geeft hem terug aan Ronald Hoek op de rand van de 16. Kai Velder kan hij gaan schieten. Prachtig schot. Verdwijnt een metertje of twee voor de goal langs van keeper Richard Arends. Goede mogelijkheid voor DVS. Van der Meijraker toont er hoog bovenuit. Steeds balbezit voor Spakenburg. Schotje. Bal blijft liggen. Kan die nummer 10 hem oppakken. En die schiet net naast. Okan. Soykan. Zijn oude trainer Henny in het Hof is ook gekomen. Met name om ook aan Soykan en Ronald Hoek. Natuurlijk, die heeft hij seizoenen lang meegemaakt. Om die uit te zwaaien hier bij DVS. Mooi gebaar. Ali Akla, Mark Arends. Mark Arends tegen zijn oude ploeggenoten. Draait een beetje. Maurice de Ruiter, Maurice nog steeds in balbezit. Paast hem op Kai Velda. Ronald de Vries. Oh, duidelijke kans voor DVS. Mooi uitgespeeld. Prima moment. Ronald de Vries. Geeft de bal aan Ronald de Vries. Alweer zo'n mooie splijtende paas van Kai Velda. Mike Arends met Draganovic voor zich. Even terug naar Okan Soykan. Jora van Zanten. Okan Soykan. Maurice de Ruiter. De bal springt net te ver van zijn voet af. Dat levert balbezit voor Spakenburg op. En die keeper gaat bijna in de fout daar. Goed dat Ali naar die keeper toe ging.
Houdt DVS een corner aan over? Mike Harris daar, nee. Er zit buitenhuis goed tussen. Bijl, geen overtreding. Overname DVS, Ali Akla. Sanders voor hem, geeft de bal aan Maurice de Ruiter. Maurice de Ruiter geeft de, als hij er achterin ook als kan. Kan de bal koppen naar Kai Velda. Staat buitenspel, maar raakt de bal ook niet goed. Kort op ook aan Soykan. Moet nu die actie maken met Lanting, de aanvoerder, voor zich. Joran van Zanten. Ah, ja. Ali Akla. Nee, nee. Joran van Zanten. Kai Velda. Kai Velda gaat schieten. Schiet daar maar net naast. Verrassend schot zo van de metertje 25. Buitenspeler daar aan Kees Stol. Is even uitgeweken naar links. Maar DVS herstelt dat achterin goed. Ook als zo kan. Ziet nu, geeft de bal aan Maurice de Ruiter. En die kan 1-op-1 komen met de keeper. Wat gaat hij doen? Hij gaat schieten. En hij schiet net naast. Dit is toch wel een 100% kans die er eigenlijk in had gemoeten. Op slag van rust. Kai Velda. Joran van Zanten. Ziet Ronald Hoek. Maurice de Ruiter. Ali Akla. Ali Akla is Draganovic kwijt. Gaat de 16 meter binnen. Heeft Maurice de Ruiter naast hem. Schiet hem keurig binnen. Wat een fantastische aanval. Zo komt de DVS in de derde minuut van de tweede helft op een verdiende 1-0 voorsprong. Doelpunten maken Maurice de Ruiter op aangeven van Ali Akla. Het moet mijn neer. Keurige beweging. Kai Velda. Maurice de Ruiter. Mooie bal daarop. Ali Akla komt 1-op-1 met Sanders. Gaat de 16 meter binnen. Gaat hem heel mooi voorbij. Oh, wat een fantastische goal van Ali Akla. Eerst stuurt hij die verdediger het bos in. Daarna de keeper. Komt DVS 33 via Ali Akla op een 2-0 voorsprong hier. Met werkelijk een fantastisch doelpunt wat Ali Akla hier maakt. En daar gaat het gebeuren voor de allerlaatste keer. Hier bij DVS 33 gaat hij van het hoofdveld af. Okan Soykan. Hij krijgt een ovationeel applaus. Geweldig moment. Okan Soykan, 9 seizoenen van levensgroot belang geweest voor DVS 33. En het publiek weet dat te waarderen. Paul Epping. Even een vraag aan de volgende persoon. Roald de Vries. Wil je zo vriendelijk zijn naar de Kai Velda. Maurice de Ruiter aan de linkerkant. Paast hem op Ali Akla. Zeer goed gezien. Weer terug, Maurice. Maurice naar David van der Groep. En oh! Wat een ongelofelijk mooi doelpunt! Uit die schitterende voorzet van Maurice de Ruiter. David van der Groep. In één keer op de plof. 3-0. Wat een heerlijke invalbeurt van David van der Groep. Zo moet je afscheid nemen van het DVS-publiek. Wat een schitterend doelpunt. Ronald Hoek. Voor de laatste keer. Davelend applaus vanaf de tribune. Ronald Hoek, hij wordt vervangen door Jaasinkoort. Bedankt terecht zijn publiek waar hij jarenlang voor gevoetbald heeft. Kai Velda, Joran van Zanten, Ali Akla. Zou hij weer wat in petto hebben? Ja hoor, hij gaat nu gewoon naar binnen. Knalde hem op doel! Oh, bijna de 4-0. Bal tegen de paal. Jaasinkoort. Jaasinkoort. Op avontuur. Mike Arends. Ali Akla. Kai Velda gaat schieten. En schiet de 4-0 binnen. Na daadwerkelijk fantastisch veldspel van DVS. Komt de bal uiteindelijk bij Kai Velda terecht. En die noteert de 4-0 vanmiddag hier. Tegen Spakenburg. Zo trakteert
DVS zijn publiek op een fantastisch seizoen. En ronden ze deze laatste thuiswedstrijd ook fantastisch af. Met de smullen geblazen hier in Ermelo. Selimi. Draganovic. Draganovic gaat schieten. Schiet daar op de lat. Fantastisch schot van Draganovic. Van een meter of 25 van de goal. Over de keeper Paul Epping heen, maar over ook op de bovenkant van de lat. Mooi schot. Komt die bal hoog, maar veel te hoog. En hij belandt achter de achterlijn. Scheidsrechter Van den Burg maakt een einde aan deze wedstrijd. Een prachtige laatste wedstrijd van DVS 33.